mense net soos selfone in verskillende vorms kom. Daar is die groteres, daar is die kleineres, daar is brees, daar is smalles, dunnes en dikkes. En net soos jy wat jy slim mense kry, kry jy ook vandag slim fone. En in albei gevalle beteken slim dat hulle tot meer in staat is. En dan kry jy op die koop toe ook mooi selfone, net soos wat jy ook mooi mense kry. Maar dit is vooral een ding, broers en susters, wat die mens in 'n selfoon in die besonder met mekaar gemeen het. En dit is, beide die mens en die selfoon is van energie of krag afhankelijk. Dat maak nie saak vanmorgen hoe mooi of hoe duur jou selfoon is, en of dit 'n Samsung of 'n Huawei is nie. Oor 'n dag of twee van nou af, loop die battery af, en moet jy jou selfoonse battery weer herlaai. Let wel, ek sê, jy moet hom weer herlaai, want solank jy 'n selfoon gebruik in hierdie lewe, sal jy vir hom oor en oor en oor moet herlaai. It's a never ending story, en dit is precies dieselfde met jou en met my. Ons staan vir alle praktiese doeleindes nog steeds maar net aan die begin van 'n nuwe jaar. En toch hoor ek nou die dag iemand by die gym opmerk en sê, dat hy al klaar weer 'n vakansie nodig het. Hy was nou December maand in 'n lekker groot plek gewees waar hy gaan uitspan het, en 'n maand daarna sê hy, dit voel vir my, ek het 'n vakansie nodig. Dit het 'n syndroom van die 21ste eeuw geword, moe en afgematte mense wat jy oral sien. Jy stap in Tygervallei, jy stap in die straat af, jy sit agter jou motor se stuur en jy kyk regs en links en jy sien moe mense. Daarom wil ek vanmorgen met jou hier reg aan die begin van die jaar praat oor hoe jy jou battery kan laai of herlaai. En dis een van die mees belangrikste onderwerpe vir jou en vir my, om deur hierdie jaar te gaan met 'n volgelaaide battery. Ek lees vir jou uit Jesaja 40 vers 29 tot 31 en my teks kom uit die Nuwe Lewende Vertaling. Dit lees so: Hy gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragtelose sterk. Selfs jong mense raak uitgeput en afgemat. Baie jong mense struikel en val. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, hulle sal hulle krag weer terugkry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Broers en susters, ons lewe in 'n wêreld wat elke dag enorme eise aan ons stel. Van die môre vroeg tot partykeer laat in die aand is die meeste van ons kliphard aan die gang. Die een taak of projek wat jy aangepak het is nog nie eens klaar afgehandel nie, dan wag die volgende een reeds. En aan die einde van die week kry jy soms die gevoel dat daar net te min ure elke dag is om alles te doen wat jy wil doen. Ek hoor dikwels mense sê, dat as ons maar net ons tyd meer ekonomies gebruik, dan sal het met ons baie beter gaan, dan sal ons baie meer dinge gedoen kry. En daar sit waarheid in. Ek persoonlik moet vir jou sê, dat ek die afgelope week weer besef het, dat daar so baie dinge in my lewe is, wat my aandag vra, en dat ek in die einde van die week kom, dat ek my besef, ek het my tyd nie ekonomies spandeer nie. Maar kom ek sê vir jou iets anders vanmôre. Dit maak nie saak hoe goed of hoe effektief jy jou tyd spandeer en hoe goed jy jou program opstel en beplan nie. As die energie in jou liggaam en in jou siel opraak, sal jy nie by jou doelwitte uitkom nie, al het jy hoeveel ure 'n dag ekstra. In die proses word ek en jy gefrustreerd en word ons onvergenoegd, want daar is so 'n klomp dinge wat ons net nie reg kry nie. Dis wanneer jy mense aan die einde van die week hoor sê, ek het alweer nie by die helfte van al my goed uitgekom nie. En dit is op sy beste 'n uiters ontmoedigende prentjie. Nou luister nou mooi. Die geheim hoe om elke dag voluit te leef en die beste resultate te bereik, lê in effektiewe energieverbruik. Nou volgens die Hartwoordeboek is energie die vermoë om arbeid te kan verrig. Dit is baie simplisties en eenvoudig gestel.
En om energie te hebben, broers en zusters, heb jij brandstof in die tent nodig. Een motor zonder brandstof kan niet lopen. Nie. Alles in hier die leven wat beweegt, gebruikt energie. Die verkleermannetjie op die tak wat aangekruip kom, wat kyk naar die insek of die vlieg voor op die tak. Dat voel vir jou of hy bijna nie beweeg nie, dis een arm op een slag en is stadig. En dan sien jy die cheetah wat achter de springbok aan haar loop. En binnen een minuut, als die cheetah nie die bok gevang het nie, is sy energie kapot, klaar, voorbij. Dan gaan hy slaap hy vanavond as een honger cheetah. So broers en sisters, energie is verschrikkelijk belangrijk. Neem bijvoorbeeld jou cellfoon. Ten spijt van die feit dat het een slim foon is, kan hier die foon niet op zijn eigen functioneren. Dit is van die kracht of die energie van zijn batterij afhankelijk. Zolang die batterij gelaai is, zal die cellfoon doen wat hij veronderstel is om te doen. Je kan boodschappen uitsturen en je kan boodschappen ontvangen. Maar wanneer die batterij die dag afgelopen is, gaan die cellfoon dood. Dan kan je niks doen niet. Geen boodschappen uitsturen en geen boodschappen ontvangen niet. Dit wat ik nou vanmorgen voor jou hier vertel, is natuurlijk niet rocket science. Niet zelfs die jongste kind op school weet het alles. En toch, broers en zusters, besef ons dit niet altijd niet. Voor ons als mensen geldt precies diezelfde beginsel, net zoals die cellfoon. Het ons ook kracht of energie nodig om aan die gang te blijven. Zodat ons die dingen wat ons moet doen, kan doen en dit recht doen. Wanneer jouw energie of jouw kracht die dag opraakt, gaan je zijn motor zonder brandstof langs die pad staan. Dan betekent je niks voor niemand rondom jou niet. In die moderne jargon gesê, je hart loopt uit stoom uit of je luchtje verdof. En als een mens niet pas op nie, as jy nie elke dag daarop attent is nie, kom je nou bij een punt waar je niet kan verder nie, wat je sê, nou gee ek so my boedel oor. Levensmoe siele, wat elke week bij sielkundiges in die spreekkamer sit, en dan die beste wat hulle kan doen is lees uit die 1994 huisgenoot of sari. Als jy 'n besige program het, en als jy 'n besige mens is, moet je nog meer zorg dragen dat je batterij elke dag gelaai blij. Niemand van ons kan dit meer bekostig om in hierdie lewe achter te raken. Nie. Niemand kan het meer in zijn werk of in zijn bezigheid bekostig om zonder energie voor te ploeter nie. Dat is nog iets belangrijk van energie wat je vanmorgen moet weten. En dit is dat energie niet geskept kan worden. Nie. Dat moet bij je energiebron verkry word. Als je cellfoonse batterij dus pap is, is dan net één ding wat je kan doen. Jij moet het inproppen die muur, zodat Eskomse kracht, dus die dag is nou als hulle werk, en dan genoeg steenkool is, dat Eskomse kracht herlei kan word naar je cellfoon toe, zodat die batterij weer kan vol worden. Dan kan jij opnieuw weer met je vrienden praten of naar je YouTube clips kijken. Nou volgens die schrijver van die trefferboek, The Power of Full Engagement, is energie die waarborg voor een succesvolle en een bevredigende leven. En dit is iets om oor na te doen. Energie is jou en my se kostbaarste hulpbron. Als jij argument sal, wat 28 uur per dag tot je beschikking het, wat sommige van ons meeste van die tijd voel, maar niet genoeg energie het nie, maak dit niet saak hoeveel ure jy een dag het nie, jy is van meet af tot mislukking gedoemd. Dat is zo zeker als wat ik en jij vanmorgen in die zaal zit. Energie is die een ding wat je nodig hebt om als mens effectief te blijven functioneren. Maar en hier leer die crux van die zaak. Energie is ook iets wat recht aangewend moet worden. Zoals ons allemaal nou al reeds bij die tijd in Zuid-Afrika weet, is die energiebronnen van die wereld niet onbeperkt. Nie. Zoals bijvoorbeeld steenkool. Het kan opraak, soos wat ons maar wel goed weet. So ook brandrie olie. Die dag wanneer het opraak, betekent het alles gaan staan. Motors oor die hele wereld sal nie kan ry nie. As die rooi ligte vir jou verlede jaar en in die begin van die jaar aangaan, en ek praat nou nie van die rooi ligte van die verkeersligte nie, ek praat van die rooi ligte hier binnen jou wat begin flikker, dan is het een waarschuwing wat vir jou sê, jou batterij is bezig om laag te gaan, en jy is alreeds net in die begin van een nieuwe jaar.
Als jij vanmorgen van mij zegt, je sukkel nou al reeds ochtends om naar die bed te komen, dan is dit een rooie lucht wat voor jou aangaan. Als jij vanmorgen van mij zegt, die kleine taakjes van je leven voel voor mij soms niet te veel, dat krijg mij onder. Ik raak moedeloos, ik raak moeg, ik raak lam, is het een rooie luchtje wat voor jou aangaan. Als jij vanmorgen van mij zegt, jouw voeten sleep al reeds hier aan die einde van januari, jouw schouders hang, je hebt even zakken onder die oor, is het een rooie lucht wat voor jou aangaan. Hoekom? Want je is bezig om jouw zest, jouw vuur, jouw enthousiasme en daarmee jouw drijf voor die leven te verloren. En dit, broers en zusters, kan blitsnel gebeuren. Je praat nog op jezelf van die volgende oomblik is jy dood. En je wonder wat gaan aan. En je kijkt en je drukt hier iwis en je ziet. Die batterij is klaar. En so vinnig gebeurt dit met mensen. Oornag. Vandaag nog so, morgen anders. Nou is die vraag natuurlijk, hoe weet een mens wanneer jouw batterij pap is? Want jij het ongelukkig niet soos een cellfoon, een scherm, waarop staan nog 8% oor nie. Hoe weet je wanneer jouw batterij pap is? En die antwoord is, wanneer die volgende dingen met jou gebeur, moet je weten. Jij is nou al op 3, 4 of 5% batterijsterkte. Eerste ding, wanneer je concentratie of focus in je leven verloor. Iets wat ek jy nie kan bekostig nie. Net soos wat je achter je motor se stuur sit en die drukverkeer op die N1, kan nie bekostig om 1 seconde focus te verloor nie. Maar in die leven werkt het precies net so. So dus wanneer jou aandag begin dwaal, nie is by die dinge wat het moet wees nie, jou kop gedurig op ander plekke, jy is kort gebaken want jy is moeg en jy is fitloos, en mensen moet niet met jou torring en krap nie, dus hap jy nou allemaal rondom jou vir oonskynlik geen goeie rede nie. Dat is het tweede ding, broers en sisters, en dit is wanneer die dinge wat jy normaalweg in die leven met ijver aanpak, niemand hoeft jou te drijven, te druk om het te doen nie, dit is vir jou lekker, dit is vir jou aangenaam, dit is die dinge waarin jy belang stel, nie meer vir jou lekker is nie. Wanneer die lekkerte uit dinge en projecten in jou leven verdwijn, gaan een rooi liggie vir jou aan. En dit is wanneer mense van my in die studeerkamer sê, dominee, het voel vir my, ek stap al die pad in my leven opdraande, opdraande, en die vreugde is starig, maar seker bezig om uit my leven te verdwijn. Dat is het derde ding, broers en sisters, en dit is wanneer dit soggens vir jou een movische effort vat om uit die bed te komen. Ongeacht of je gisteravond 8:30, 9:00 al in die bed gaan slapen, morgen staan jy moeg op. Dit voel compleet soos een groot stofzuiger wat je in die lakens en die komberse in terugsuig. Jy is een ernstige gelovige, jy is lief vir die Here, maar op een zondagmorgen soek jy makkelijke verskoning om niet naar die dienst te komen nie, en nog 1 uur of 2 te rus en te slapen. Dit is een groot rooi lig. Dat is een vierde ding, wanneer dringende en spoedeisende zaken voor jou al hoe meer uitgesteld wordt naar morgen, oormorgen, morgen, oormorgen. Aan mekaar uitstel. Niet nou, niet nie vandaag, niet nie nou, op hierdie oomblik niet. Morgen, aan de week. Wanneer je zelfs met je beste vrienden op een vrijdag of een zaterdagavond niet meer kan gaan uit eet, of gaan kuier of samen met hulle uithang nie, is dit rooi lig wat aangaan. Als hierdie tekens constant bij jou voorkomt, maar je dalk vanmorgen die vermoeden, je batterij is op laag. Het is tijd om iets aan die situatie te doen. En toe, broers en sisters, laatst toe ek nog gekyk het, op ons lidmaatregister het ek nergens daar een naam gezien van Superman of Superwoman nie. Allemaal van ons wat vanmorgen in die saal aanwezig is, is doodgewone mensen met gewone bloedsomloop, met beperkte vermoens, en as jy energie opraak, dan maak het die sak hoeveel talenten, hoeveel gaven jy het nie, dan is het pap klaar oor voorbij. Nou, veronderstel nou vanmorgen, jy sit in die dienst, jy hoor wat ek sê, en jy sê vir jouself, ja nee, yes, ek hoor wat die dominee sê, dit is eintlik met my die geval. Ek voel al klaar een bietjie papwiele. Al die tekens is daar, nou hoe nou gemaakt? Wat moet jy doen om te verhoed dat jou levenswiele tot stilstand knars, of dat jou wiele geheel en al afval? En die antwoord is eenvoudig, jy moet die energie in jou binnenste reg bestuur. Wat betekent, jy moet niet al jou tijd en energie spanderen op die klein dingetjes nie. Dis die klein goedertjes wat ons bezig hou. Ek hardloop vir dit en ek hardloop vir dat. Jy hoor baie dikwijls die vrouwen sê, oor een naweek kry ek nie rust nie, want dit is het vir die kinders wat ek hierna toe en daar toe moet ry. En ek moet by die winkels uitkom en my lang touwe gaan staan by Pick n Pay. Ek is gedaan. Maar dit is alles klein dingetjes, dit is dingetjes wat soms gedoen moet word, maar het tap jou energie, dit suig jou af onder toe.
Lees een keer een artikel van een klomp bochlerig walvissen, wat in een hawe ingeswem het en uiteindelijk allemaal uitgespoel het. En toen hulle op die saak nader ingaan, toe was het achter een klomp sardijnen wat hulle aangeswem het. En uiteindelijk het die klein dingetjes die walvissen naar hulle dood gelei. Soos ek reeds aan die begin gesê het, broers en sisters, die leven is veel eisend, dis energie tappend. En als je jou beste wil leven bij die werk, als je jou beste wil leven in die bezigheid of in jou eigen persoonlijke leven, moet je fysisch, emotioneel, verstandelijk en geestelijk oor genoeg energie of innerlijke kracht beskik om te maximaal te kan produceren, maximaal die dingen te kan doen wat je wil doen. Je moet oor die vaardigheid beskik om jou energie effectief te kan bestuur. Kom eens kijk gou net vir 'n paar oomblikke vanmorgen, wat betekent dit? In die eerste plek wil ik voor jou sê, is daar lichamelijke energie. Lichaamsenergie is wat mij betreft die basis van alle energie. Als jouw lichaam vanmorgen hier waar je zit al klaar zat is en moeg is, zal jij automatisch gedraineerd voelen. Die dag gaan voor jou lang raak. Die geringste taken wat je aanpak gaan maak, dat je voelt, je klimt Tafelberg uit. Daarom moet de mens jouw lichaam oppassen. En altijd fuck zo. Je hebt een lichaam. Je krijgt niet een tweede. Je niet na in die andere leven. Ga je dalk een nieuwe geestelijke lichaam mee. Maar die lichaam wat je nou weet is jouw lichaam. Hij wordt ook ouder. Wat betekent je moet die lichaam in stand houden? Fuck zo. Betekent gereeld oefening doen. Gaan stappen eend of draf om je blokje. Zeg vanmorgen maar ja. Jij zit doen me niet. Jij hebt baie tijd op jouw handen. Je weet je lijkt mijn programma in die dag niet. 5 uur in de morgen moet ik opstaan om betijds bij mijn werk te wezen in die stad. Oor naweek is het dit en is dat. Ik weet niet waar moet ik die tijd krijgen om te oefenen. Die put is, broer vanmorgen, sister, is dat jouw gezondheid is ononderhandelbaar. Als je jouw gezondheid verloor, dan is hij voorgoed voorbij. Maak niet saak wat je doet en wat de positie je in die samenleving bekleedt niet. Maak die besluit vroeg in die jaar. Gaan sluit aan bij je gym. Navorsing het oor en oor bewys dat mensen wat gereeld oefen, altijd beter presteer als die wat het niet doen nie. Dit is ook belangrijk om gezond te eet. En hier raak een mens nou in een sinewiepunt, want ons Suid-Afrikaners eet verschrikkelijk verkeerd. Al die goed wat je niet moet eet nie, die eet jy toch te graag. En wanneer je voor die televisie lee of ontspan, dan stiek je je hand gedierig in iets wat je niet moet doen nie, en je eet goed wat je niet moet eet nie. Die Bijbel vertelt ons in 1 Konings 19 van Elia, wat op een stadium in zijn bediening gekomen, dat hij zo moeg en uitgeput was, dat hij onder een besembos gaan leed. Daar gee die ou profeet boedel oor. Hy kon nie 'n tree verder stap nie. Maar die Bijbel sê, nadat hij brood geëet en water gedrank het, het hij kracht gekry om 40 dagen en 40 nachten tot bij die berg Horeb toe te loop. Kos gee energie, die rechte kos is belangrijk. Neem jou vanmorgen recht aan die begin van die nieuwe jaar voor, van nou af eet ik meer gezonde kos. Dat zal jou batterij gelaai hou. En die tweede plek, jouw emotionele energie. En moet nie vanmorgen fout maken, die broers en sisters, om emotioneel sterk en energiek te wees. Is niet zo belangrijk als om fysisch sterk en energiek te wees. Want dit bepaalt in een hoë mate hoe jij op zekere dingen in die leven wat naar jouw kant gegooid wordt reageert. Wanneer een mens emotioneel sterk is en je batterij is gelaai, kan je frustraties makkelijk hanteer. Je kan teleurstellings makkelijk hanteer. Die groot uitdagings wat naar jou kant toe kom. Mensen wat die leven voor jou moeilijk maken, kan je makkelijker hanteer wanneer je emotioneel sterk is. En nou weet ons vanmorgen dat die leven nou eenmaal die vermoe, die nare vermoe het, om ons emotioneel te tap en te draineer. En wanneer een mens emotioneel getap is, is jy pap, jy sat, jy is lus vir niks nie. En daarom moet jouw emotionele batterij gedurig herlaai word. Hoe doen een mens dit? Hoe herlaai jy emotionele batterij? Stik jou vinger in die krachtprop in, nee. Dat is een klomp dingen wat je kan doen om jezelf emotioneel te herlaai, maar die een ding wat ik wil uitleggen vanmorgen is, doen soms die dingen in jouw leven wat voor jou lekker is. Voor sommigen betekent het de afnaweek by die see. Nou, as ek 'n afnaweek by die see gaan sit,
en ik zit niet daar met het boek, dan is mijn Barbarese naweek vinnig op het einde. So voor mij is de afnaweek niet rechtig een herlaaiing van mijn emotionele batterij niet. Maar voor baie mense is by die see gaan sit met die visstok, is het een herlaaiing van die emotionele batterij. Voor andere mense het een aantje by die opera, of een aantje uit, saam met vrienden gaan hulle fliek, of gelijk uit eet. Die lewe, broers en sisters, is meer als net werk, 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 en inspanning, inspanning, inspanning. Die lewe is ook ontspanning. Meeste van ons weet nie, het nie een cooking clue hoe om rechtig te ontspannen. Ons bly meeste van die tijd gespannen. Ik zit in die kerk en ik denk al reeds, jesse, morgen op kantoor, daar het al klomp goed voor mij wacht. En wat gaat ik doen? En ik figure in mijn kop uit. En voor alles die dominee nou niet lekker, levendig daarvoor is niet hoeveel keer het ik al gehoor. Dan sê die mensen dan beplan hy alle maandag en dinsdag en woensdag sy program. So jou emotionele batterij moet gelaai bly. En als jou emotionele batterij gelaai is, bons jy makkelijker terug na een traumatische of een slechte ervaring. Als jou leven net bestaan uit de gedurige rondhaarklopperij, dan moet jy jou vanmorgen, nou hier wat jy sit, voornemen en sê, ek gaan in een weekse tijd, gaan ek dit en dit doen, dis die dinge wat voor mij lekker is, dit laai my emotionele batterij en ek kan die druk van die leven makkelijker hanteer. Dit sit net die oomf in die leven terug. En die derde plek, broers en sisters, jou verstandelike energie. En as ek praat van verstandelik, dan praat ek van die brein, die computerkie wat hier tussen jou twee ore sit. Ek en jy word elke lieve dag wat die Vader gee, ook verstandelik gedreineer en getap. Die baas by die werk wil jou beste hê. Jy moet skerp bly, mannetjie, jy moet skerp bly, jy moet dink, jy moet presteer, saam met ons probleme in die company uitsorteer. Dit is wat die Engelsman sê, energy sapping stuff. Kom, ek vertel jou oopgeheim, een mense kopbatterij raak ook pap. Wanneer ek op een aand of achter my lessenaar sit in die dag en ek moet een reel in een boek of een paragraaf in een boek 2-3 keer oorlees, of wanneer ik aan die einde van een hoofdstuk van een boek kom, en ik het vergeet wat ik in die begin van die hoofdstuk gelezen het, maar ik weet, mijn kopbatterij is pap, mijn brein is moeg. En broers en sisters, soms is dit een erger moegheid, als om fysisch moeg te wees. Ik het gevind dat als ik verstandelijk gedraineer word, ik so moeg in die aand is, dat mijn voeten sleep tot bij die bed, en waar ik net omval, en wegraak door die volgende morgen toe. Wanneer mense kopbatterij pap is, begaan jy makkeliker oordeelsfoute, jy sê makkelijk goed wat jy nie moes gesê het nie, jy handel soms op een manier wat jy andersins nie sou gedoen het nie. Hoe herlaai jy mens jou kopbatterij? Kom, ek sê vir jou, in die eerste plek moet jy sorg dat jy genoeg rust kry. Weer eens, ja, ja, dominee, jy kan makkelijk praat, jy weet hoe lyk my program nie. Maar broers en sisters, die dinge is nie onderhandelbaar nie. Die goed is dinge wat jy nodig het om as mens effectief te wees. Om genoeg ure in die nacht te slaap, moet jou hoogste prioriteit wees. Want terwijl jy rustig slaap, diep slaap, ek bedoel diep slaap, baie nachte slaap ek, en het is asof ek nie slaap nie, het is asof een mens bewus is van jou omgeving, en jy staan moeg die volgende ochtend op. Terwijl jy rustig en diep slaap, gebeur daar een klomp wonderlijke dinge in jou brein. Daar is neurone wat werk, daar is goetertjies wat flits en flikker in jou kop terwijl jy slaap. Die brein het die vermoë om wanneer jy diep slaap, al die toksiese ding wat in jou brein vergader is deur die dag uit te werk. Sodat jy volgende morgen opstaan, nuwe krag, nuwe moed vir die dag wat voorlê. Dit is verskriklik belangrik. In die Time magazine van 2014 was daar een artikel deur Alice Park. En die artikel was The Power of Sleep. Dat is een ongelooflike artikel. En hierin sê sy, new research shows a good night's sleep isn't a luxury. It's critical for your brain and for your health. So sorg dat jy genoeg slaap by die huis kry, liefst nie op 'n sonndagmorgen in die kerk nie. Dan in die vierde en laaste plek, broers en sisters, ons geestelike energie. Een mens se geestelike energie is wat my betref die kragtigste bron vir jou motivering en volharding in die lewe. Mense met geestelike energie het innerlike krag wat ander nie het nie. Mense met innerlike krag, met geestelike energie kan berge verskuif, die reëse van die lewe aandurf, grote leerstellings en beproewings oorkom en verwerk.
Mense met geestelike krag kan die sin en die betekenis selfs in die slegste dinge wat met hulle gebeur raak sien, terwyl ander nie 'n cooking clue het wat met hulle aangaan nie. En in chaos en warbel die meeste van die tyd is. Mense met 'n geestelike energie is mense wat te midde van moeilike en slegte tye hulle hoop gefokus hou op God. Daarom sal jy vind dat hierdie mense nie maklik tou opgooi nie. Hulle gaan lê nie altyd sommer maklik onder 'n besembos nie. Hulle gaan aan terwyl ander mense bly stil staan of uiteindelik besluit hulle gooi die handdoek in en van hulle het ons meer as genoeg in Suid-Afrika. Hulle het 'n onwrikbare geloof dat God hulle nooit in die steek sal laat nie. En staan ek soggens op en saans as ek gaan lê, God is met my. In my projek, in my besigheid, hoe goed dit gaan, hoe sleg dit gaan, God is met my. Hy sal my nie in die steek laat. Dit is powerful energy. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle hardloop, hulle word nie moeg nie. Hulle loop, hulle word nie vermoeid nie. Want die kragbron binne hulle is sterker as enige kragbron wat jy kan aandink. Dit is die krag van God se gees. Viktor Frankl vertel in sy boek Waarom lewe ek? Hy was self 'n sielkundige gewees, 'n Joodse sielkundige wat gevang is in Auschwitz geplaas is en hy was vir 'n paar jaar daar en het oorleef. En Viktor Frankl sê in sy boek hoe hy gesien het as psigiater hoe mense by die kamp afgelaai word, ingeneem word en hy sê binne 2-3 weke, die wat sê ek glo in geen God nie. Binne 2-3 weke die handdoek ingooi, poedel oorgee en dood eenvoudig net doodgaan. Die stres en die spanning van die konsentrasiekamp was net te veel. Hy sê maar die mense wat werklik glo in God en dat God sin en betekenis in jou lewe bring, het ook sin probeer maak uit dit wat met hulle in Auschwitz gebeur het en hulle het oorleef. Die beste voorbeeld wat ek het is die voorbeeld van my ou vriend Jan. Hy was 'n baie bekende oogspesialis. Het in Port Elizabeth gebly daar jare, hy is nou in Engeland, hy en sy vrou, en omdat hy baie welgestelde man was, kon hy duur motors bekostig. So een jaar het ek 'n groot saamtrek in Port Elizabeth, saam met Manuel Scorsio, en ek gaan bly by hulle vir die naweek. En terwyl ons in die sitkamer sit, sê Jan van my, hey, ek het nou weer vir my nuwe motor gekoop. Ek sê, wat se kar jy gekoop? Hy sê, nie, gaan kyk aan die garage. Ek kom daar, staan daar, 'n V12 BMW Sport. Ek het in my lewe nog nie so 'n ding gesien nie, so 'n metallic blauwe. Hy staan na julle garage vol. Ek sê, hoe vinnig ry die ding? Hy sê, daar is die sleutels vat en ry. Maar omdat hy so besige praktyk gehad het, en hy het 'n groot hospitaal ook in Port Elizabeth, wat nodig daar is, moes bedryf, het die man nie tyd gekry om basies te ry nie. Partykeer het sy vrou ons om iewers heen gery. So die staan, die pragtige BMW, wat ek weet nie hoe lank terug al gekoop het nie. En ek klim aan daai BMW in, man, ek juk om daai sleutel te draai en haar weg te trek, en as ek om die hoek is, dan sit ek voet neer. En toe ek die sleutel draai, toe maak hy battery nie so klik, klik. En 'n V12 engine staan, die sterkste en kragtigste masjien, en daar is geen power nie, daar is geen krag nie. Daai BMW kan nie een tree vorentoe of agtertoe nie. Wanneer mense battery so pap is, broers en susters, is dit nie 'n lekker ervaring nie. Miskien moet ek dis nou vanmôre vir jou vra, voel jy soms of jy uit energie uit hardloop? Of jy maar net, as jy net nog 'n bietjie energie nou kan kry, dan sal jy kan aangaan. Het jy soms die ervaring wat die skrywer van Psalm 22 gehad het, toe hy gesê het, my krag het soos water opgedroog, my tong kleef aan my verhemelte. Sit jy vanmôre met 'n pap batterij hier in die diens? Voel jy lus vir die week met sy uitdagings wat voorlê nie? Het jy jou glimlag en jou lag verloor in die lewe? Reken jy straks vanmôre aan die begin van 2019, jy het maar weer 'n vakansie nodig? Sien jy al uit na april maand, want daar 'n lang naweek is, en nog 'n lang naweek is, so dat jy net kan wegkom en net jouself weer kan vind? Word alles soms vir jou net te veel, net te zwaar, net te moeilik, net te veel eisend? Dan het jy by die punt gekom in jou lewe waar jy dit ernstig moet oorweeg om te herlaai. Dringend te herlaai. Jy moet by die hoofkragbron uitkom, dis tyd om weer in te prop. Net soos jy selfoon het jy tyd nodig om te herlaai en het jy tyd nodig om nuwe krag te ontvang en aan te gaan in die lewe. En so wil ek vanmôre vir jou sê, is dit tyd dalk ook vir jou om tot rus te kom.
Maar die rust bedoel ik niet af naweek of een vakantie of iewers bij een vakantie oort nie. Ik bedoel rust in jou binneste. Soos ek aan die begin gesê het, mense gaan met vakantie, is so bezig op die vakantie, kom terug met die bezige paai en is weer moeg wanneer hy terugkom. Die rust waarvan ik praat is die rust van God. Stil bij zijn voeten. Als je dit niet ken nie, gaan jy uit enige jaar loop, een of ander tyd. Dit betekent dat ek en jy doelbewus, soms, op meeste van die tyd, jou kamerkie met sy deur met toemaak, of iewers onder een boom alleen in die veld gesit, of iewers in die tuin op een bankje, als je een bankje het, en daar tyd spandeer om met God te praat. Je hoeft zelfs niet eens ernstig te bid nie. Soms is, gaan mensen voor een uur in een kamer en bid, en as jy daar uitkom, is jy moeg gedraineer na al die gebed. Soms moet ek en jy net lekker rustig sit, sit die televisie af, jy praat nou met niemand, jy sit jou selfoon af, en praat met die Here en focus op hom. Die bron van alle vrede. Het is nodig dat ek en jy God gedurig moet vragen. Here, gee my nieuwe kracht, nieuwe hoop. Die jaar lyk voor my, daar is soveel dinge wat ek beplan, wat ek hoop, na uitsien. Maar ek kan nie daar kom as ek nie energie en innerlijke kracht het nie. En die Bijbel sê, as ons van hom vraag, sal hy vir ons gee. Dit is een belofte. Jesaja 40 vers 29 is trouwens so een wonderlijke en inspirerende belofte. Hy gee kracht aan die wat moeg is. Hy maak die krachteloos is weer sterk. Hulle vlieg hoog soos arende bo in die lig. The sky is the limit. Hulle hardloop soos atlete, maar hulle word nie moeg nie. Misschien is ek en jy in die begin van die nieuwe jaar, maar ons een bykie alles saamtrek. Ek vind dat mense vir my sê dat die ouwe nieuwe jaar het so vinnig geblits, vinnig geloop, was die tyd om punte by mekaar te trek nie. Het voel of daar nie ouwe in die nieuwe jaar was nie, alles is om in een, die vakantie was kort. En ek voel al klaar al een bykie tam, die jaar lê nog so ver. Misschien is het nodig dat jy vanmorgen aan die begin van 2019 sê, ek gaan die punte by mekaar trek, die goed wat ek gehoor het, is die goed waar ek meer aandag wil gee. Balans kry, innerlijke kracht, jou batterij het haar laai nodig.